Ben je er zelf heen? Of anders? Dat zou wel goed paard zijn, maar ik weet het met kleur niet. Als ik zou gaan branden, dan moet ik...
bouwen van belang dat het droog blijft, want anders is er heel veel werk door de medewerkers van het staldepartement te doen. Dat geldt natuurlijk ook uiteraard ook voor de prachtige tuigen en de nieuwe. U ziet hier nu daar straks even in de stad uitgebouwd. Links voor de heer Wijn en links achter de heer Ruizing. En de lakeien achterop, de landbouwer zijn de heren van de Loop. Den Haag, de bekende ruiterbouwer Hermans en Co. En in 1872 aangekomen bij de fabrikant zijn spoorbreedte, ook op het van belang, aan de voorzijde 1,51 achter 1,65. En voor de fijnproevers zijn. De houten kast van deze landbouwer die heeft aan de onderzijde een ronde vorm. Kunnen we dat zien? Dat noemen ze het schuitmodel. En biedt plaats aan vier personen. Deze riemen die hebben messinggespen en die zijn verstelbaar. En de zeeveren die zijn bevestigd op het onderstel. Aan beide zijden van het rijtuig vindt zich een portier. Met een schuitverraad dat het portier overigens heeft het koninklijke staldepartement. Eigen zadelmaker, heeft ook een eigen rijtuigschilder. Allemaal professionals die zeer toegewijd de rijtuigen die in Den Haag bij het Koninklijk Staldepartement staan onderhouden. En zoals u ziet is in dit geval de landbouwer wordt opengereden. Tuigen, dames en heren, die zijn in de periode. Dat wekelijks gebruikt op de paarden die ingezet worden bij de geloofsdienst in de ceremonie. Waarbij veel Nederlanders op de buitenkant van de geloofsdienst komen aanbieden aan de koningin bij Parijs door een eindje. De landbouwer die dus vanavond eerst heeft voortbereid. Overigens, afgelopen woensdag was er nog een drietal ambassadeurs die een opwachting maakten. Paarden zijn, er is ook een aantal jonge paarden uit deze gelegenheid om de paarden te trainen, ook in uw aanwezigheid. En het is heel fijn dat u als ware een leerling objectje bent om de paarden te laten wennen, ook aan het publiek zo dicht. Gaat u gerust, en dat doen al velen van u, het blik werpen op de smid die aanwezig is.
het paard is dat weer. Het paard rechts, dames en heren, vanuit het koetsier gezien, dat is het vierjarige jonge paard. Er staat een zeer ervaren tienjarige.